Welkom bij Tijd voor Beachvolleybal 2, eigenlijk anderhalf, want we doen niet een complete aflevering. Ik zit namelijk bij de selectie van het Nederlands team voor aankomende EK. Super fijn, want het is een droom die uitkomt voor mij. Maar dat is best wel ingrijpend voor Tijd voor Volleybal, want dat betekent dat ik de komende 2 maanden in training of op toernooi ben. We maken desondanks vandaag wel een tweede aflevering van Tijd voor Beachvolleybal, een korte aflevering. En dat doe ik met een topgast. We gaan vooruitblikken op de Royal Championship King of the Court in Rotterdam. Samen met de King van King of the Court, de bedenker, CEO van Sportworks, Wilco Nijland. Welkom. Dankjewel. Leuk. We gaan een beetje terugblikken op vorige aflevering van Tijd voor Beachvolleybal en vooruitkijken. En zullen we nog één keertje het goede gevoel van King of the Court krijgen? Laten we dat maar doen. Gaan we even naar de promo video kijken. All over the world. Wilco, jij hebt dit concept 5 jaar geleden ontwikkeld tot wat het nu is. Dit idee is razendsnel de wereld rondgegaan, officieel erkend door de CNV en de FIVB. En 5 tot 10 september is het Royal Championship Queen and King of the Court in Rotterdam. Wordt dat het grootste King of the Court evenement tot nu toe? Ja. Waardoor wordt het zo groot? Ja. We hebben het hoogste prijzengeld ooit. We hebben de meeste teams die eigenlijk meedoen. Teams die zich gekwalificeerd hebben voor dit toernooi. We spelen op 4 verschillende plekken in Rotterdam. Dus al met al is het het hoogste toernooi met het hoogste budget. Dat ook nog eens. Dat is echt, wij zeggen intern het wereldkampioenschap van Queen and King of the Court. Maar we blijven een beetje in stijl. Dus dan noemen we het de Royal Championship. Royal Championship, het koningschap. Misschien is qua herkenbaarheid zo goed zijn om te zeggen dat het WK. Maar goed, uiteindelijk. Ja, maar dat is het. Het is gewoon het hoogste toernooi. En dat is ook de titel die te grijpen, die voor handen ligt. Ja. Oké, okay, en jij noemt de prijzengeld. Vorige aflevering hadden we het daarover met Alexander Brouwer. Die was de gast, die is ook deelnemer van het Royal Championship. Hij wist niet heel veel echt om hoeveel geld het ging, maar het gaat om best wel wat geld. Hoe gaat het over? Het gaat om $220,000. Oké, okay, dat is totaal. De totale prijzenpot. Ja. En de winnaar gaat naar huis met? Minimaal 20.000. Ja. En misschien als je nog wat kleine wedstrijden tussendoor wint, bijvoorbeeld een bounce off of een skill challenge of een longer stay, dan kan je dat tot aan $25,000 kan je het ophogen. Oké, okay, kan aardig oplopen. Maar het is ook goed hè, dat Alexander Brouwer daarmee laat zien dat hij een echte liefhebber is en niet voor het geld speelt. Hè? Het maakt het allemaal niet uit. Precies, hij vindt het spelletje gewoon leuk en dat geld komt er weer bij. Ja, dat is mooi. Ja. Oké, okay, en toen jij dit 5 jaar geleden bedacht, ik hoorde in een filmpje van je vrouw dat je het in de badkamer of in de douche hebt bedacht, het King of the Court concept. Ja, volgens mij was dat een misverstand, want dat was namelijk dat Skyboxenstadion. Oké. Dat heb ik hier onder de douche bedacht. Oké. Okay. Relax ik een beetje, dan sta ik onder een warme douche en denk ik, wat kan ik allemaal nog verbeteren of zo, wat voor ideeën heb ik? En toen dacht ik over het Skyboxenstadion. Maar 5 jaar geleden, of ruim 5 jaar geleden, zijn we met King of the Court begonnen. En dat was geweldig om te bedenken en te testen en te kijken welke kant het op zou gaan. En hoe kwam het op een gegeven moment tot het punt, want het idee van King of the Court bestaat al langer. Dat is, dan spelen we in de zaal ook bij wijze van spreken. Training en oefening, hè? Ja, waarbij je doorloopt en er uiteindelijk een winnaar is. Maar hoe kwam je op het idee om uiteindelijk te denken, dit moet een competitieformat worden. Dit moeten we uitbreiden tot een echt een toernooi. Nou, ik had wel het idee om te kijken of beachvolleybal is natuurlijk best wel aantrekkelijk. In ieder geval, ik vind het heel erg aantrekkelijk. Alleen, het spel ligt ook wel vaak stil. En toen dacht ik, als we iets kunnen bedenken waarin het nog attractiever wordt, nog meer dingen gebeuren, wat kan ik dan doen? Dat, nou, meer teams. Op tijd spelen. Dat werkt ook. En toen heb ik eigenlijk de kwalificatie van de Formule 1 erbij gepakt.
Want in die kwalificatie vallen steeds verschillende rijders vallen af. Ja, okay. En zo hebben we dat gecombineerd. En die tijd hebben we daar ook veel met Michel Evraat over gesproken. Michel heeft wat dingetjes toegevoegd. We hebben allemaal getest. En langzamerhand kwamen we dan tot... Michel is nu algemeen directeur van Nivobo, maar ook betrokken bij het beachvolleybal. Zeker. En dan ontwikkeld. En wat was dan, had jij toen al het gevoel van dit kan ook worden wat het nu is? Nee. Toen ik dat bedacht, nog niet. Dacht ik wel van nou, laten kijken welke kant het op gaat. Maar ik had niet het idee dat we de wereld over zouden gaan. En dat er zoveel geld mee gemoeid is en dergelijke. Dat had ik toen niet bedacht. Maar ik had wel het gevoel, na het eerste testevenement, want dat was een testevenement in Utrecht, toen kwamen daar al zoveel mensen op af. En die hadden het zo naar hun zin. En die spelers ook. Toen dacht ik wel, nou, dat zit dan wel voor 75% goed. Ja, aantrekkingskracht was heel hoog, zeg maar. Dat entertainmentgehalte was hoger. Het ging zo snel. En er gebeurde zoveel op het veld. En die spelers onderling, dat was ook echt heel goed. Het was steeds heel goed. Maar toen dacht ik wel van, misschien wel een beetje goud in onze handen. Oké. En je hebt ook tijd voor Beachvolleybal 1 gekeken. Daar hadden we het met de gasten ook over. Tactisch spel wat erbij komt kijken. Omdat de regels anders zijn. En omdat je zeker aan het begin nog een team tegen kon werken. Of kon helpen om naar de volgende ronde te gaan. Door fouten te serveren. Of bepaalde dingen te doen. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan als organisatie? Hoe kijk jij daarnaar? Ja, het is helemaal in het begin. Ik weet nog dat wij op Hawaii speelden. En hadden we twee velden naast elkaar. Dus eentje in het stadion en een bijveld. En tegelijkertijd werd er een wedstrijd gespeeld waarin op beide velden volgens mij alleen de nummers 1 en 2 doorgingen naar de volgende ronde. En wat daar gebeurde, daar hadden we toen helemaal niet over nagedacht. Klassige Amerikaanse speler. En die ging serveren. En wat hij deed, die joeg gewoon die bal helemaal het stadion uit. En er was toen ook helemaal geen extra punt. En er moest een nieuwe bal gevonden worden. Toen hebben we wel een aantal dingen zo kunnen regelen dat het niet meer kon gebeuren. En op het andere veld dachten ze van, weet je, we geven gewoon een leuk showtje. Maakt ons het uit, wij zijn toch vast wel door. Yeah. En toen lieten ze een team helemaal terugkomen van 5 punten naar 14 punten. Maar toen gingen die uiteindelijk door. Ten koste van het andere team wat op het andere veld te spelen was. Want die waren nog een bal aan het zoeken. Nou, op dat moment denk je wel van, ja, zijn de regels helemaal goed? En dat was echt in het eerste jaar. En toen zeiden de teams ook wel tegen elkaar, als wij nou samen gaan, dan help ik jou een klein beetje om door te gaan. Ik verlies een punt van jou, daardoor krijg jij een punt erbij en dan staan we bovenaan. Maar daar konden ze wel afspreken. Maar ik denk echt in meer dan 9 van de 10 gevallen, spreekwoordelijk gezegd, kwam het helemaal niet uit. Want dan waren juist die twee teams die een afspraak hadden gemaakt, die stonden allebei onderaan en één van de twee moest eruit. Ja, was die afspraak dan nog waard? En dat was ook een keertje dat ze een afspraak hadden gemaakt dat die andere, ja, ik denk dat ik een afspraak met jou heb, maar ik had ook met iemand anders gemaakt. En dan gingen ze daar eventjes even op door. Dus uiteindelijk hebben we het eerste jaar dat allemaal strak getrokken. Wat is de aanpassing geweest die daarin is gemaakt? Heel veel aanpassingen. Heel veel aanpassingen. Dus dat elke foutsurf een punt is. In de laatste minuut bijvoorbeeld. Dat we wedstrijden niet meer tegelijkertijd spelen, maar achter elkaar. Zodat je ook niet elkaar... Ja, je weet nog wat er gebeurt en wij kunnen alles controleren. Maar ook heel veel regels van als er iets van onsportief gedrag is en de scheidsrechter ziet het, 2 waarschuwingen ligt uit het toernooi. Okay. Nou, en dat soort dingen hebben de loop van de jaren sowieso op het hoogste niveau ervoor gezorgd dat eigenlijk bijna niet meer kan. Natuurlijk, als je echt zou willen, dan zou je kunnen afspreken als ik met jou in die situatie zit, dan zet ik mijn blok recht door en dan moet jij dan maar zo verdedigen. Ja, hoe je dan vooraf allemaal af hebben gesproken. En als de scheidsrechter het ziet, of de wedstrijdleiding ziet het, dan 1 waarschuwing en je tweede ligt uit het toernooi, dan valt het wel mee. Dus uiteindelijk, ik denk dat we er nu best wel zijn, en ik heb dat gezien in die vorige uitzending, volgens mij was dat iets wat 2 jaar geleden gebeurde in de nationale tour. Ja, we kunnen niet alles regelen. Ik vind het wel een goede vergelijking. Het WK wielrennen kunnen ook 2 ploeggenoten elkaar helpen die niet in hetzelfde land uitkomen. Ja. Moet je dat dan verbieden of zoiets? Volgens mij is het ergens onderdeel van de sport. En moet je zorgen dat het zo min mogelijk gebeurt. En ik denk dat wij voor 99% nu helemaal in orde zijn. Dat het niet meer kan gebeuren. En dit is ook gewoon onderdeel van de ontwikkeling van een nieuwe sport, van een nieuwe discipline. En waar gaan de verdere ontwikkelingen heen? Wat biedt de toekomst voor het format King of the Court? Nou, de toekomst is sowieso dat we nu al dit jaar in 6 verschillende plekken in de wereld zijn. We hebben Miami Beach al gehad. We zijn in Hamburg geweest, in Luxemburg, in Rotterdam.
Rotterdam, daarna naar Rio, daarna naar Doha. De toekomst gaat zijn dat we hopelijk al die locaties behouden, dat we daar verder kunnen uitbouwen. En dan gaan we nog wel een aantal andere locaties aan toevoegen. En ja, voor de rest, we hebben samenwerkingen met nationale bonden, Europese bond, Wereldbond, verschillende continentale bonden die ons hebben benaderd vanuit Azië, vanuit Noord-Amerika, dat ze met ons willen samenwerken. Dus je gaat steeds verder in de sportontwikkeling. En daar is dit toernooi in Rotterdam wel het ultieme voorbeeld van. En ligt er, heeft het kans of de kwaliteit om een Olympisch sport te worden? Kan dat? Ja, dat is de vraag die eigenlijk iedereen altijd stelt. Dus goed dat je hem stelt. Daarom moet je wel antwoorden. Moet je ook altijd antwoorden. Ja, nou ja, wij zijn daar dus niet echt mee bezig dat het een doel op zich is. Want dat is iets wat je niet in de hand hebt. We weten dat het heel goed past in lijn van de sportontwikkeling. Want het is allemaal wat sneller. We bereiken een jongere doelgroep. Uiteindelijk als je het zou toevoegen op de Spelen, dan zou het heel goed passen met dezelfde spelers die ook al gekwalificeerd zijn. Alleen, daar zijn we nog lang niet. Echt nog lang niet. We zien wel hoe het gaat. Vooralsnog willen we gewoon die sport ontwikkelen, in meerdere landen dat ook ontwikkelen. Meer waarde toevoegen aan het beachvolleybal. En dan zien we wel welke kant op gaat. Ja, 5 jaar geleden had ik ook niet gedacht dat we hier stonden. Dus hoe moet ik nou bedenken wat we over 5 jaar... Ja, want dat is... Ik heb ook even opgezocht. Er zijn verschillende eisen natuurlijk aan. En dat is een heel lastig complex. Maar je kan misschien, geloof ik, is het ook dat een organiserend land kan een sport aandragen als demosport. Dat is misschien wel een mogelijkheid om het een keer daar op te krijgen. Of is dat ook nog te makkelijk gedacht? Nee, je denkt goed. Alleen het zit net even iets anders. Dat de sport... Of eigenlijk, de sport is volleybal. Het valt namelijk onder de FIVB. Ja, dus is het onderscheidend genoeg? Ja. Nou, maar dat is dus de sport. En dan heb je de discipline, wat dan beachvolleybal is. En als je dan nog verder gaat, heet het event. Dus het event is dan regulier beachvolleybal. En als je Queen of the Courts wil toevoegen, wordt dat dan het event. En heb je dus eigenlijk volleybal en indoor volleybal is dan eigenlijk ook een discipline? Ja. Ja, indoor, ja. Beach en dan onder beach zou event King of the Court vallen. Ja, en dan zou je het kunnen vergelijken met dat je een extra afstand toevoegt bij atletiek of met zwemmen. En dat kan dus heel makkelijk toegevoegd worden. En dat zou hier ook kunnen zijn. Ja. Alleen nogmaals, want nu hebben we het al heel lang over. Het ligt niet in onze handen. We zijn gewoon bezig met de ontwikkeling van de sport. En we zien eigenlijk wel welke kant op gaat. Okay. Maar als het zo is, bij de tweede diep wel. Nou, dat is leuk. En wie is de eerste? Dan ga ik, Michel even aan bellen. Oh ja, en Michel weet hij dat wel eerder dan ik het weet. Dat zou ook nog kunnen. Zit ook hoog in de FVB. Nou, tweede, dat is leuk. En dan gaan wij mee. Dan maken wij er verslag van. Ja, een mooi programma. Dat is beloofd. Oké, dan terug naar het Royal Championship. 5 tot 10 september in Rotterdam. Meerdere locaties. En het grote stadium, Bad City Stadium, komt op het Henegouwenplein. Alle topduo's van Nederland en ook van de wereld doen mee. De prijs is enorm, hebben we al gezegd. Wat verwacht je van het toernooi? Wat gaan we beleven? Wat gaan we zien? Wat gaat het toevoegen? Waarom moeten mensen komen kijken? De mensen moeten komen kijken omdat je de beste beachvolleyballers van de wereld ziet. Dus als je iets wil, mensen, dan moet je komen kijken. Dus dat sowieso. Er is echt hoog niveau. Echt hoog niveau. Daarnaast, als je nooit naar het Skyboxenstadion bent geweest, daar moet je een keertje heen. Die sfeer die daar is. En dit jaar een combi, hè? Want de Skybox, dat is in coronatijd toen met die boksen boven elkaar, zodat je afstand kan houden. En nu hebben jullie toegevoegd dat je ook een grandstand hebt. Ja, want we willen eigenlijk meer mensen in het stadion hebben. Met de Skyboxen zelf kunnen we ongeveer 750 mensen binnen hebben. Maar nu hebben we daar ook nog een tribune aan toegevoegd met 500 zitplaatsen. Ook overdekt, dus mocht het een keer regenen, iedereen zit erop. Ook geen Skybox zit erop. Dus ja, die beleving daar, dat is echt uniek. Op het moment dat je dan, wat hebben we de afgelopen jaren in Utrecht georganiseerd. Als je dan vooral een Nederlands team hebt, wat van de challenge kant naar de king of queen kant gaat. Dan dat hele stadion gaat los. En dan is het, zo galm en zo enthousiast wat er doorheen gaat. Dus het niveau, skyboxen en ik denk ook dat de hele sfeer en de hele beleving... Ja, maar die publieksbeleving is enorm en dat is ook wat je zegt inderdaad, wat je eerder noemde over die tijd. Dat heb je natuurlijk ook met indoor volleybal en eigenlijk vergelijkbaar met beachvolleybal. Geloof ik is in indoor volleybal de gemiddelde rally 8 seconden en het ligt 20 seconden stil. Dus je zit als je naar een wedstrijd van 1,5 uur
zit te kijken, dan is meer van 50% zit je naar geen balcontact te kijken. En dat is mooi aan King of the Court, dat het veel dynamischer is, dat het veel sneller doorloopt, je punt naar punt. En daardoor ben je als publiek veel meer betrokken. Je bent niet een beetje, ik kom kijken en ik zit een beetje te kijken hoe mensen aan het volleyballen zijn. Maar je, ja, als publiek heb ik in ieder geval dat je erin zit en benieuwd bent wat wordt het. En je hebt tijd en je punten. Ja, dat verhoogt wel de publieksbeleving. Ja, ja, en dat merken we ook. Dat mensen die bijvoorbeeld nog nooit bij beachvolleybal zijn geweest, dat ze het direct snappen. En daarna een keertje, want we hebben wel eens getest en die mensen meegenomen naar gewoon beachvolleybal. Dat ze dan denken, oh, het gaat eigenlijk wel wat rustiger. Dus het is wel een verschil. Beide is goed en mooi en alles. Dat zeg ik niet om politiek correct te zijn, maar dat vind ik ook echt. Het is gewoon een ander event. Laat zeggen, echt een andere beleving. En ik vind vooral die laatste 2 minuten vind ik altijd zo mooi. Want daar gebeurt er zo ongelooflijk veel nog. Je kan best in de laatste 2 minuten nog 9 of 10 punten scoren. En dan die tijdsfactor en de lampen en de muziek en al die mensen die over die reling hangen. Ik weet nog een keertje een voorbeeld van Alexander Brouwer aanhalen. Die zei op een gegeven moment, toen we het eerste keer hadden, toen moest hij een keer serveren. In een play-off ronde was hij. En die zei toen van, na afloop zei hij, die service ging echt onder in het net. Dan zei ik, wat gebeurt er nou? Dan zei hij, er komt zoveel om me heen. Ik wist niet meer of het links of rechts was. Ja, het is een hele andere arena om in te spelen als speler. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Entertainment is ook weer hoger. Dit is weer anders. Bijvoorbeeld muziek wordt ook tijdens gedraaid. Ja. Tijdens de punten is ook weer anders dan we gewend zijn. En het publiek is op een hele andere manier betrokken bij het spel. Je kan moeilijk zoals wij eventjes een aantal minuten praten en dan weer kijken. Ja. En dat is echt, je blijft kijken, heel veel actie. En dan heb je 5 minuten break, want dan heb je spelers nodig en wij allemaal ook. Dan kan je even drinken, dan heb je weer een kwartier. En elke ronde vallen de spelers. Nou, en dat is misschien ook wel een mooi punt, dat er één hoogtepunt is in die ronde. Je hebt dan verschillende rondes om te kwalificeren voor het uiteindelijk de finale. Maar dus je leidt naar die laatste minuut toe, naar dat laatste punt. En dat is soms wel de valkuil van volleybal. Ten opzichte van andere sporten, wij hebben eigenlijk, als je gewoon, laten we beachvolleybal nemen, 2 sets tot 21, 2 gewonnen, hebben hoogtepunt en dan wordt na 15 een beetje spannend. Je komt bij 21, dan is het hoogtepunt, wie gaat er winnen? 1-0, we beginnen weer op 0-0, eerst 10 punten, maakt niet veel uit, 15 wordt een beetje spannend, 21, oh ja, oké, dan staat 1-1, we gaan weer tot de 15. En je hebt best wel een piek en nu heb je gewoon echt een opbouw in die wedstrijd en die wedstrijd, dat blokje is dan klaar en dan is het weer de volgende en dan bouw je het weer op. En dat is soms lastig met indoor en beachvolleybal, dat je die verschillende punten, hoogtepunten hebt. En niet bijvoorbeeld tijd met basketbal, dat gewoon toch die laatste minuut of voetbal laatste minuut. Of een bepaald aantal punten en dan klaar. 1 set tot 25 en dan heb je ook dat hoogtepunt. Dus dat is ook een mooi voordeel. Ja, ik ben het helemaal niet. Dat zou mooi zijn. Het zou gek zijn als het anders was. Als jouw kindjes. Oké, de Royal Championship Queen and King of the Court worden gespeeld in Rotterdam van 5 tot 10 september. Kaartjes zijn verkrijgbaar voor via kingofthecourt.com. Mogen wij ook nog 2 kaartjes weggeven? Nou, vooruit. 2 vrijkaarten. Ja, dan voor een van de sessies voor King of the Court. Ja. Volg ons op Instagram, @tijdvolleybal. En dan ga je daar de winactie voorbij zien komen. En dan kan jij naar dit prachtige evenement in Rotterdam toe. Dan even de overgang naar het zaalseizoen. En dat is nog wel een crossover met beachvolleybal, want dat is heel leuk. Het zaalseizoen staat ook voor de deur. De Eredivisie Heren zal aankomend seizoen een Nevobo onafhankelijke organisatie zijn en zal de naam Bad City Eredivisie Heren dragen. De mannen van de Eredivisie starten het jaar niet in de zaal, maar in het Urban Stadion van Sportworks, waar we het net over hadden. Op 12 september vindt de Bad City Summer Cup plaats. In het bekende King of the Court format nemen de Eredivisie teams het tegen elkaar op. Een mooie kans om direct de krachten te meten en weer wedstrijdspanning op te doen. Uniek voor de fans is dat ze op 1 avond alle topteams aan het werk zien. En de avond wordt afgesloten met de derby Sliedrechtspoort tegen Zevenhuizen. De 2 Bad City Eredivisie volleybalploegen met hun roots nabij Rotterdam. En het winnende team krijgt 2 keer in het seizoen een spelersbus van Bad City in te zetten voor spelers en fans. Dit is wel mooi. Hè? Deze avond is een kick-off met een beetje die crossover met ook beachvolleybal. Ook met Bad City, die zowel de Eredivisie Beach sponsort en ook het Royal Championship. En nu ook de Eredivisie Zaal Heren gaat sponsoren. En het mooie nu, ze gaan King of the Court spelen. Ik had het hier net over met de organisatie Sportworks die erbij betrokken is. 4-4 wordt het, achter de 3. Op een zaalvloer gaan jullie wel leggen, dus geen zand. Mm-hmm. Op een zaalvloer. En het mooie, het voordeel, daar hadden we het net over, alle teams uit de Eredivisie ga je op 1 avond zien. Dus alle 10 doen mee, alle 10 komen naar Rotterdam. Dat is wel vet. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik vind het heel leuk. Toen we daar een tijd geleden over aan het brainstormen waren wat we konden doen,
pakt het heel goed uit dat de overgang is van beachvolleybal naar zaal op die plek. En ik heb altijd nog wel het idee gehad om een keer een zaalvloer in het stadion te leggen. En dat bleek een beetje lastig te zijn met de officiële zaalvloer, zeg maar. Dan moet je hem al afsnijden en als er dan een klein beetje dat je vocht op zit, dan glij je weg. Dus we hebben een speciale vloer gevonden. Hoe we dat dan, wordt ze buitenvloer? Ja. Kan je wel duiken? Ja, je kan zeker duiken. Okay. Ja, je, geen zorgen. Je kan gewoon duiken. Het wordt niet van die rubberen speelbed. Nee, het is niet dat je denkt van, ik kan dat alles. Nee, zeker weten. Ja, oké. Okay. Dus dat kan. En ik vind het gewoon heel erg leuk dat we dat kunnen doen. Want het EK damesvolleybal bijvoorbeeld is geopend. Zo, vet, hè? In zo'n mooie arena. Nou, dit is natuurlijk vele malen kleiner, maar ja. Bedenk eventjes een mooie zomeravond met z'n allen in dat stadion. En dan gewoon in de open lucht, indoor volleybal daar spelen. Ja, dat is wel gewoon heel erg leuk. Ja, en met dat Europese kampioenschap wat je noemt van de dames in Verona hebben ze nu geopend. Italië open lucht. Dat kan ook wel lekker met het weer. Dat is, dat is ook een voordeel. Ja. Maar dat is heel vet. Geloof ik was dat in 2014. Toen heeft Polen ooit het WK geopend met 64.000 mensen in een open lucht. Het was gewoon een stadion, voetbalstadion. Ja. Super vet. Ja. Ja, ik vind het echt heel gaaf dat we op deze manier een beetje het seizoen starten. Dus 12 september, de Supercup is 15 oktober, dus een maand daarvoor. Nou, kan je een beetje alle teams zien, alle spelers leren kennen. Ja. En die in actie zien. Ja, en dat is wel mooi dat het dan op één veld met zoveel teams dan plaatsvindt. Dus ik denk echt dat het voor de liefhebber ook van de indoor volleybal echt leuk is om daar ook naartoe te gaan. Ja, en King of the Court indoor, zou dat ooit een succesvol competitievorm wat kunnen zijn? Dat weet ik niet. Misschien wel. We gaan het in elk geval testen. Dus dat is sowieso goed. En King of the Court, ja, court komt ook gewoon van het indoor natuurlijk. Wij volleyballers weten dat toch? Het was een hartstikke leuk spel om te spelen op training. Ja. En nu gaan we dat dan gaan we eventjes met meer teams allemaal doen. Dus ik denk dat dat echt wel spectaculair gaat worden. Leuk. Ja, ik zit nu bij het Nederlands team, dus ik kan er niet bij zijn. Het is net een week na het EK. En afhankelijk van of we door zijn naar de achtste finales, zijn we al terug in Nederland of niet. Dus ik ben daar niet bij. Dit vind ik dan wel jammer om te missen. Ik klaag niet dat ik bij het Nederlands team zit. Maar dit is wel iets waar ik graag bij had willen zijn. Ja, hoe zeggen ze dat? Welk voordeel? Hebben ze een nadeel. Zo is het. Maar jij thuis hoeft niets te missen. Ja, je gaat er van alles voorbij zien komen. Houd ook onze socials in de gaten voor meer informatie over deze Bad City Summer Cup. Wilco, dankjewel. Fijn dat je hier even tijd voor hebt willen maken. Ja, heel erg bedankt. Heel graag gedaan. Dankjewel. Veel succes met Royal Championship. Geniet ervan, denk ik, dat je ervan zal gaan genieten. Is overbodig om te zeggen. Maar ik ga het ook volgen. Ik vind het heel leuk. Heel mooi. Dankjewel. Aan het begin van het seizoen zijn we weer met het normale tijdvolleybalseizoen. Iedere twee weken op dinsdag komt er dan een aflevering online waarin ik je samen met bekende volleyballers meeneem tijdens het eredivisie seizoen en op de hoogte hou van alles uit de volleybalwereld. Heb jij nou spelers, coaches of personen uit de volleybalwereld die je graag te gast wil zien hier aan deze desk? Laat het dan weten in de reacties. Bedankt dat je tijd hebt gemaakt voor volleybal. Tot de volgende. I'm here to stay and here to fight.